Dames en heren, van harte welkom op deze webinar met als thema hoe fiscaal optimaal middelen uit uw vennootschap halen. Mijn naam is Mark van Keersbeek. Ik ben bij de Groef Petercam verantwoordelijk voor de afdeling ondernemers en vrije beroepen. We stellen vast dat heel wat ondernemers zich momenteel afvragen hoe ze fiscaal middelen uit hun vennootschap kunnen halen en overdragen naar hun privévermogen. Vandaar dat het ons een goed idee leek om hier een webinar aan te wijden. Er bestaan uiteraard meerdere mogelijkheden om middelen uit uw vennootschap over te geven naar uw privévermogen. In deze sessie zullen onze experts Nico Hostijn en Tom Engelen, dat zijn twee ervaren fiscalisten van onze afdeling Estate Planning, dieper ingaan op enkele voorbeelden daarvan. Concreet zullen zij het onder meer hebben over de kapitaalvermindering, inkoop eigen aandelen, de uitkering van dividenden tegen verlaagd belastingtarief, auteursrechten, het aanleggen van een individuele pensioentoezegging, de IPT, de terugbetaling via rekening courant, de toekenning van voordelen aller aard en tenslotte de uitbetaling van een vergoeding voor kosten eigen aan de werkgever. Er staat dus heel wat op het programma vandaag. Ik stel dan ook voor dat we er meteen aan beginnen. Zoals altijd, als u vragen heeft tijdens de webinar, dan kan u die stellen via de chatmodule. Uw vragen zullen worden gebundeld en in de mate van het mogelijke aan het einde van de uiteenzetting worden behandeld. Ik geef nu heel graag het woord aan Nico en Tom. Goedemiddag, mijn naam is Nico Hostijn. Zoals gezegd gaan wij deze middag u onderhouden over hoe we middelen uit de vennootschap kunnen halen zonder een al te grote fiscale factuur te ontvangen. Nu, dit onderwerp is heel nauw verbonden met een seminarie dat we eerder in het jaar hebben gegeven over beleggen in een vennootschap. En in dat seminarie hebben we toch een aantal grote lijnen willen aanduiden of kunnen aanduiden waarom het een tendens is dat we meer en meer zien dat ondernemers in plaats van hun middelen snel uit de vennootschap te halen, de middelen in de vennootschap houden en van daaruit een beleggingsportefeuille opbouwen. Een van de redenen is de evolutie van het tarief roerende voorheffing ten opzichte van de vennootschapsbelasting. Zoals u op deze slide ziet, en ik situeer mij even links op de slide. Vroeger was het zo dat de vennootschapsbelasting een hoog tarief had, 40%, 34%. En de roerende voorheffing was vrij laag, 15%. Het is duidelijk dat in het verleden, onder deze constellatie, het logisch was dat er snel middelen uit de vennootschap gehaald werden en dat vanuit de privé dan de beleggingsportefeuille werd opgebouwd, omdat er juist een lagere taxatie van 15% was. Nu, door de jaren heen zijn de tarieven helemaal veranderd en situeren we ons eerder rechts op de slide, waar we nu zien dat de vennootschapsbelastingtarieven eerder 30% zijn voor een beleggingsportefeuille, met een paar uitzonderingen. En de roerende voorheffing dus 30%, dus vrij hoog. En het tarief in de vennootschapsbelasting 25%, of in sommige gevallen voor KMO's 20% op de eerste schijf van 100.000 euro. Dus rechts op de slide, dus actueel, zitten we in een situatie waar het eerder nuttig kan zijn om in sommige gevallen, niet altijd, middelen in de vennootschap te houden en de beleggingsportefeuille in de vennootschap op te bouwen. Dus het tarief in de vennootschapsbelasting was een eerste reden. Een tweede reden was eigenlijk de belastbare basis. En dit hadden we weergegeven op dit vergelijkende schema. Als we links kijken, de linkerkolom, zien we beleggen in hoofden van een natuurlijk persoon, dus individueel. Daar is het voordeel, het is eenvoudig, maar alle kosten gaan fiscaal verloren. Bankkosten, financiële kosten, roerende voorheffing is niet verrekenbaar, TOB is niet aftrekbaar. Dus het is eenvoudig, maar kosten worden fiscaal niet benut. Aan de rechterkant van de slide zitten we in een situatie waar de vennootschap belegt. En daar zien we van, oké, het is iets complexer, we hebben een accountant nodig. Maar heel wat kosten, zoals minderwaarden op obligaties, TOB, de roerende voorheffing is verrekenbaar. Al die kosten zijn aftrekbaar, waardoor dat eigenlijk de belastbare basis soms een aanzienlijk stuk lager is dan beleggen privé.
En dit hadden we proberen aan te tonen door middel van een voorbeeld. Een voorbeeld uit het leven gegrepen, een vrij grote beleggingsportefeuille weliswaar, 10 miljoen euro, met een rendement van 3%, geeft jaarlijks een inkomen van 300.000 euro. Opnieuw de linkerkolom beleggen in individuele naam. Ik ga niet door alle details gaan, maar daar houden we op netto bedrag, onderaan aan de slide, 140.000 euro over per jaar. Nu, als we diezelfde rendementen halen in een vennootschap, zien we dat we daar ook opnieuw onderaan aan de slide in de rechterkolom 172.000 euro overhouden. Dat is dus een pak meer en dit is een jaarlijks voorval. Nu zal u zeggen van kijk, dat is appelen met peren vergelijken. Inderdaad, dat is een terechte oplossing. Vandaar een terechte opmerking. Vandaar dat we even rechts helemaal op de slide moeten kijken. Ooit moeten die middelen eruit. Meestal niet zo snel, maar als er een nood is aan middelen, kunnen ze eruit. En dat is nu net het onderwerp dat we vandaag in detail zullen behandelen. Dit is de agenda, daarnet aangehaald. Ik ga niet ingaan op details en ik geef het woord aan mijn collega Tom Engelen. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Tom en ik ga met jullie een aantal technieken doorlopen om geld fiscaal vriendelijk uit de vennootschap te halen. En we beginnen met de meest gekende, denk ik, de kapitaalvermindering. Ik veronderstel dat iedereen die vandaag is ingelogd ooit wel een vennootschap heeft opgericht. En bij die oprichting heeft u ofwel een geldsom ingebracht, eventueel een inbreng in natura zoals aandelen, en in ruil daarvoor heeft u aandelen gekregen van de vennootschap. Nu, vroeger was het zo, was het vrij eenvoudig. Hetgene wat dat u in de vennootschap heeft ingebracht, kon u tot 31 december 2017 daar ook belastingsvrij terug uithalen. Er waren slechts twee voorwaarden. De eerste was, het moest gaan om een terugbetaling van een werkelijk gestort kapitaal, hetgene vrij evident is. En het tweede was, die kapitaalvermindering moest worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering op basis van een beslissing die in overeenstemming was met het wetboek van vennootschappen of het huidige wetboek van vennootschappen en verenigingen. In de praktijk betekende dat de Algemene Vergadering een beslissing nam tot kapitaalvermindering en dat u nog 3 maanden moest wachten om het geld uit de vennootschap te halen. Nu, een voorbeeldje gaat het misschien iets duidelijker maken. Het voorbeeldje wat ik ga gebruiken, deze cijfers gaan we voor alle voorbeelden gebruiken, zodat u duidelijk appels met appels kunt vergelijken. En we nemen een vrij eenvoudig voorbeeld, een vennootschap die 1 miljoen euro kapitaal heeft en 700.000 euro aan reserves. Tot 31 december 2017 was het zo, als u zei, ik ga daar nu 200.000 euro uit die vennootschap halen onder de vorm van een kapitaalvermindering, dan was die 200.000 euro die u er terug uithaalde, was netto. U haalde 200.000 euro eruit, op voorwaarde uiteraard, ik heb het net gezegd, dat het ging om werkelijk gestort kapitaal. Op die manier kon u dus fiscaal vriendelijk gelden uit de vennootschap halen. Nu, Nico heeft het ook reeds kort toegelicht. Er is een grote hervorming geweest van de vennootschapsbelasting en men heeft het tarief laten zakken, maar aan de andere kant heeft men ook een aantal zaken belast. En een van die zaken die men belast is een kapitaalvermindering. Het zit zo, kapitaalverminderingen die gebeuren vanaf 1 januari 2018, dus de dag van vandaag, die worden fiscaal gezien pro rata aangerekend op enerzijds het kapitaal en anderzijds de reserves. En het deeltje dat wordt aangerekend of beschouwd op de, dat wordt aangerekend op de reserves, dat wordt fiscaal gezien beschouwd als een dividend, waarop dat u 30% roerende voorheffing moet betalen. Met andere woorden, het stukje van een kapitaalvermindering kan mogelijk belast worden als dividend waarop u belastingverschuldigd bent. U gaat mij vragen van, ja, welk gedeelte van die kapitaalvermindering wordt nu belast als dividend? Wel, daar is het zo. De wet voorziet in een zeer complexe formule. Ik ga er eerlijk over zijn. Die formule is echt niet gemakkelijk. Ik heb geprobeerd om die op de slide een beetje samen te vatten. En die formule komt er eigenlijk op neer dat men een breuk toepast. En in de breuk zet men in de teller zet men het bedrag van het kapitaal. En in de noemer het kapitaal aangevuld met enkele reserves. Nu opnieuw. Een voorbeeldje gaat veel duidelijk maken. We nemen exact dezelfde balans als bij het vorige voorbeeld. Dus opnieuw een kapitaal van 1 miljoen euro en reserves van 700.000 euro. Als we bij deze vennootschap opnieuw een kapitaalvermindering gaan doen van 200.000 euro,
en we passen die formule toe, dan zien we dat 62,5% van uw kapitaalvermindering dat die fiscaal vrijgesteld gaat kunnen worden. Met andere woorden, 37,5% van die 200.000 euro, oftewel 75.000 euro, zal fiscaal gezien beschouwd worden als een dividend. U moet dan ook 30% roerendevoorheffing betalen op die 75.000 euro, wat leidt tot een belasting van 22.500 euro, zodoende dat u van uw kapitaalvermindering onder de nieuwe regels geen 200.000 euro meer overhoudt, maar slechts 177.500 euro. Het is dus wel goed om te weten dat kapitaalvermindering niet meer zo fiscaal vriendelijk is als voorheen. Vandaar dat sommige adviseurs of mensen in de rechtsleer opperden van ja, bestaat er geen goed alternatief voor? Hè? Sommige mensen zeggen er is een alternatief en dat alternatief bestaat uit de techniek van de inkoop van eigen aandelen. Wat is een inkoop van eigen aandelen? Een inkoop van eigen aandelen wil zeggen dat het de vennootschap is die aan alle aandeelhouders een bod gaat uitbrengen en die de aandelen gaat overkopen. Na de koop van de aandeelhouders gaat de vennootschap de aandelen op haar balans zetten. In principe staat het de vennootschap, of beter gezegd de algemene vergadering, vrij om te beslissen tegen welke prijs dat zij die aandelen gaat overnemen van de vennootschap. Dat kan bijvoorbeeld de fractiewaarde zijn, dus dat is de waarde van het kapitaal dat ooit is ingebracht, maar dat kan evenzeer de marktwaarde zijn. Nu, belangrijk is om steeds voor ogen te houden dat fiscaal gezien men ook een opdeling gaat maken. Men gaat kijken naar wat dat de waarde is van uw aandeel in het kapitaal, de zogenaamde fractiewaarde. En het verschil, als er meer wordt uitbetaald als die fractiewaarde, het verschil bijvoorbeeld tussen de marktwaarde en de fractiewaarde, dat gedeelte wordt fiscaal gezien beschouwd als een dividend, waarop dat 30% roerende voorheffing verschuldigd is. Waar zit nu het grote verschil met een kapitaalvermindering? Is hier de roerende voorheffing. Waarom? Zolang de vennootschap die uw aandelen heeft overgekocht die aandelen op haar balans houdt, is er in principe geen roerende voorheffing verschuldigd. Die roerende voorheffing zal enkel verschuldigd zijn op het moment dat de vennootschap de aandelen terug doorverkoopt aan iemand anders, de aandelen vernietigt of dat de vennootschap ontbonden wordt. Vroeger was het zo dat een NV kon, als zij die aandelen had ingekocht, zij kon die ten eeuwige tijde op haar balans laten staan. Een BVBA, tegenwoordig genoemd een BV, kon dit niet. Daar werden de aandelen na 2 jaar automatisch niet verklaard. Dus bij een BV werd er automatisch na 2 jaar moest de roerende voorheffing betaald worden. De dag van vandaag is het zo dat zowel een NV als een BV in principe die ingekochte aandelen ten alle tijde op haar balans kan houden. Ik kom er dadelijk nog op terug. Maar als we opnieuw hetzelfde voorbeeld nemen, dat gaat veel duidelijk maken. We nemen opnieuw die balans van een vennootschap met 1 miljoen euro aan kapitaal en 700.000 euro aan reserves. Als we gaan kijken wat dat de fractiewaarde is van een aandeel, en we gaan ervan uit dat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door 10 aandelen, dus 1 miljoen gedeeld door 10, de fractiewaarde van één aandeel is 100.000 euro. Nu, veronderstel dat die vennootschap 2 miljoen euro waard is, omdat er bijvoorbeeld nog bepaalde klanten in zitten of IP-rechten, dan wil het zeggen dat de marktwaarde van één aandeel 200.000 euro is. Nu, als we ervan uitgaan dat de algemene vergadering zegt we gaan één aandeel inkopen, 200.000 euro, om appels met appels te vergelijken, dan zal het zo zijn dat fiscaal gezien we die 200.000 euro moeten verminderen met de fractiewaarde, zodoende dat we nog 100.000 euro overhouden. En die 100.000 euro zal fiscaal gezien beschouwd worden als een dividend, waarop 30% roerende voorheffing moet worden betaald, dus 30.000 euro, zodoende dat u van die inkoop van eigen aandelen tegen 200.000 euro nog slechts 170.000 euro overhoudt, hetgene in dit voorbeeld minder is dan bij een kapitaalvermindering. Opnieuw, als die aandelen die de vennootschap inkoopt, op de balans blijven staan, dan is er in principe geen roerende voorheffing verschuldigd en zult u 200.000 euro ontvangen. Nu, een kleine kanttekening daarbij is, fiscaal gezien bestaat er zoiets als fiscaal misbruik. Als uw vennootschap die aandelen gaat inkopen met als enige reden het vermijden van die roerende voorheffing of het vermijden van die regels van de kapitaalvermindering, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de fiscus dit niet aanvaardt
en dit beschouwt als fiscaal misbruik en toch overgaat tot een herkwalificatie en eventueel toch de roerende voorheffing meteen gaat opeisen. Vandaar is het van belang, als u die techniek zou willen toepassen, dat u steeds ook een economisch motief heeft om die techniek toe te passen en niet zozeer een fiscaal motief. Wees daarvoor alert. Daarnaast is het ook zo dat deze techniek gekoppeld is aan een aantal voorwaarden. In de eerste plaats moet de algemene vergadering met een bijzondere meerderheid dit goedkeuren. Daarnaast kunnen enkel volstorte aandelen worden ingekocht. En mag de prijs die wordt uitbetaald in principe niet hoger zijn dan hetgene wat als dividend kan worden uitgekeerd. Dat betekent zoveel als dat u een liquiditeits- of balanstest moet doen. Maar misschien het meest belangrijke aandachtspunt of de meest belangrijke voorwaarde is dat de vennootschap fiscaal gezien slechts maximaal 20% van haar eigen aandelen mag inkopen. In mijn voorbeeld zou zij dus maximaal voor €400.000 aan aandelen hebben kunnen inkopen. Waarmee ik wil gezegd hebben dat als u ooit hoort spreken over deze techniek, dat u toch eventjes moet stilstaan en de accountant moet laten berekenen of deze techniek wel een valabel alternatief kan zijn voor bijvoorbeeld een kapitaalvermindering. Een derde methode om geld uit de vennootschap te halen, en die kent iedereen denk ik, omdat dit de meest toegepaste methode is, is gewoon de uitkering klassiek van een dividend. U maakt winst, u betaalt vennootschapsbelasting en u keert het uit als dividend. Daar is het zo dat een dividend in principe belast is aan 30%. Lijntje staat ook nog op de slide. Nipo heeft het kort toegelicht. Het is een jammerlijke evolutie, maar de roerende voorheffing op een dividend is op minder dan 10 jaar is die volledig verdubbeld. Dus het is 2 keer zo duur geworden om een dividend uit te keren. Nu, niet getreurd, hè. België zou België niet zijn als er geen uitzonderingen bestaan op de algemene regel. Dus de algemene regel is een dividend wordt belast aan 30%. Maar er zijn grosso modo 3 uitzonderingen waarbij dat u kunt genieten van een verlaagd tarief. En die regimes kunnen we opdelen dus in 3 categorieën. De zogenaamde interne liquidatie, de liquidatiereserve en de VVPR-BIS. Ik ga kort de 2 eerste methodes toelichten en dan gaat Nico de derde methode toelichten. Waar gaat het over bij de interne liquidatie? De interne liquidatie is iets wat dat nog dateert van een kleine 7-8 jaar geleden. Want waar ging het over? U had een vennootschap en u besliste om elk jaar de winst die u maakte niet uit te keren als dividend, maar u besliste om die winsten op te potten. Dan was het zo dat die potwinst, de zogenaamde reserves, wanneer die werden uitgekeerd, wanneer u stopte met de vennootschap, u liquideerde de vennootschap, dat die slechts werden belast aan 10%. Terwijl als u bij leven van de vennootschap elk jaar een dividend had uitgekeerd, dan was dat belastbaar aan, dag van vandaag, aan 30%. Het was een doorn in de oog van de regering Di Rupo. En Di Rupo heeft gezegd, kijk, we gaan die uitkering van die reserves, de zogenaamde liquidatieheffing, we gaan die optrekken en we gaan die gelijkschakelen met de normale belasting op een dividend. Dus die spaarpot die daar is aangelegd, gaan we belasten aan 30%. U gaat dat ongetwijfeld nog weten, ik moet daar geen tekening mee maken. Daar is een enorme tegenkanting tegengekomen. In de pers sprak men in de tijd zelfs van een onteigening van de pensioenen van de ondernemers. Men heeft heel zijn leven keihard gewerkt en nu wordt dat bedrag opgetrokken van 10% naar 20%, van 10% naar 30%. Dat kan zomaar niet. En omwille van die druk van de publieke opinie heeft men gezegd, kijk, we gaan een eenmalig gunstregime invoeren. Het systeem van de interne liquidatie. En hoe ging dit systeem in zijn werk? Wel nu, men nam de reserves die op dat moment in de balans stonden. Men mocht die uitkeren aan 10%, dus de belastingsheffing was 10%, op voorwaarde dat u het uitgekeerde dividend meteen daarna opnieuw in de vennootschap inbracht, onder de vorm van een kapitaalverhoging. En u kon dan het kapitaal verminderen wanneer dat u 4 jaar wachtte, of in het geval van een grote vennootschap, 8 jaar wachtte. Dus dat betekende zoveel, u betaalde 10% en u moest 4 jaar wachten. Concreet voorbeeld, we hebben hier opnieuw dezelfde balans. In dit geval kon u de reserves van €600.000, kon u daar 10% op betalen.
Dus dat schoot er 540.000 euro over. U kon vervolgens die 540.000 euro opnieuw in de vennootschap brengen onder de vorm van een kapitaal. En als u 4 jaar wachtte, dan kon u die 540.000 euro die in kapitaal zat verminderen. U kon in dit geval die 200.000 euro daar terug belastingsvrij uithalen. Met andere woorden, als u gebruik heeft gemaakt van het systeem, had u 10% belasting betaald op die 200.000 euro. Nu, wat zien we in de praktijk? De meeste mensen hebben hier wel gebruik van gemaakt. Er zijn er een aantal die dat niet hebben gedaan. Waarom? De redenen kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld omwille van het huwelijksstelsel waaronder men gehuwd was. Het zit zo, als u gehuwd bent onder een wettelijk stelsel en u brengt opnieuw aandelen in kapitaal, dan zou het kunnen dat die onder het gemeenschappelijk vermogen vallen. Maar de meeste mensen hebben dit wel gedaan. Wat niet wegneemt dat nog niet iedereen een kapitaalvermindering heeft gedaan. De meeste hebben een kapitaalverhoging gedaan voor 31 december 2013. Hetgeen betekent dat u vanaf 1 januari 2018 kapitaalvermindering kon doen. Nu, het loont de moeite om dat eventjes te bekijken. Als u zegt van oei, ik heb er inderdaad in de tijd gebruik van gemaakt, maar ik heb mijn kapitaal nog niet verminderd, dan loont het de moeite om dit toch eens te bekijken. Nu, er kunnen diverse redenen zijn waarom dat u uw kapitaal nog niet heeft verminderd. Met name bijvoorbeeld wanneer dat u heeft belegd in aandelen. En dat is vorige keer besproken geweest. Wanneer u belegt in aandelen, verliest u uw verlaagd tarief wanneer het bedrag van uw aandelenbelegging te hoog is in verhouding tot het kapitaal en de reserves. Een andere reden waarom dat u mogelijk nog geen kapitaalvermindering heeft gedaan, is omwille van het feit dat er geen of onvoldoende liquiditeiten zijn en dat u daar misschien niet voor wou lenen, omdat er bepaalde discussie bestond over de aftrekbaarheid van die interest. In elk geval, dit was het systeem van interne liquidatie. Het was een eenmalig regime. Opnieuw is er wat tegenkanting gekomen vanuit de publieke opinie. Men zegt, ja, kan de politiek geen permanent regime invoeren? En dan heeft men gezegd, oké, we gaan een permanent regime invoeren, de liquidatiereserve. Wat is het grote verschil met de interne liquidatie? Bij liquidatiereserve kunt u geen winst die in het verleden is opgepot fiscaal gunstig uitkeren. U kan enkel de winst van een bepaald boekjaar fiscaal gunstig uitkeren. En waar gaat het om? Bij een liquidatiereserve neemt u de winst die in een bepaald boekjaar heeft gerealiseerd. U betaalt er vennootschapsbelasting op. En vervolgens wijst u die winst toe aan een bijzondere reserve, de liquidatiereserve. En u betaalt op dat moment 10% belasting. Vervolgens gaat u een dividend uitkeren uit die reserve. En dan is het zo dat de bijkomende heffing die op dat dividend verschuldigd zal zijn, afhankelijk is van de periode waarin dat u de dividend uitkeert. Zegt u, ik leg de liquidatiereserve aan en ik wacht geen 5 jaar, dan zal een bijkomende heffing van 20% verschuldigd zijn. Let wel, die bijkomende heffing is verschuldigd op het netto bedrag wat dat in die reserve steekt. Dus op het bedrag waarop al 10% belasting is ingehouden, zodoende dat de effectieve belastingsdruk slechts 27,27% bedraagt. Bent u slimmer en wacht u 5 jaar, dan zakt de bijkomende heffing naar 5%. Opnieuw 5% op het netto bedrag, zodoende dat de effectieve belastingsdruk slechts 13,64% is. Hetgeen het toch al meer dan een halvering is dan het gemeenrechtelijke tarief van 30%. Bent u nog slimmer en wacht u tot het moment van liquidatie, dan betaalt u slechts 0% bijkomende heffing en blijft het bij die 10% heffing. Als we snel een voorbeeldje bekijken. We hebben een vennootschap, u maakt dit jaar 200.000 euro winst na vennootschapsbelasting. U zegt, ik ga die toewijzen aan de liquidatiereserve. Op dat moment betaalt u 10% heffing. Dus van die 200.000 euro schiet er nog 180.000 euro over. Als u 5 jaar wacht, dan kan u die 180.000 euro uitkeren aan een bijkomende heffing van 10%. Zodoende dat u netto van uw dividend 171.000 euro overhoudt. Beslist u om de vennootschap te liquideren, dan zal het bij die heffing van 10% blijven en ontvangt u 180.000 euro. Belangrijk hierbij is, die liquidatie die kan perfect plaatsvinden ook binnen die 5 jaar. U hoeft voor de liquidatie geen 5 jaar te wachten. Tot slot, als u nu zegt van, ah ja, dat is wel een interessant systeem. Wat zijn de voorwaarden waar ik aan moet voldoen? Wel, die zijn vrij eenvoudig. U moet kwalificeren als een kleine vennootschap. Dat betekent dat u minder dan 50 man personeel moet hebben. Uw balanstotaal moet minder zijn dan 4,5 miljoen euro.
en uw omzet moet ook lager zijn dan 9 miljoen euro. Belangrijk, bent u aandeelhouder van meerdere vennootschappen of bestuurder van meerdere vennootschappen, dan moeten we die cijfers op geconsolideerde basis gaan bekijken. Belangrijk ook is, u moet enkel een kleine vennootschap zijn op het moment dat u die reserve aanlegt. Dus dat betekent, ik kan perfect dit jaar een kleine vennootschap zijn, die reserve of die liquidatiereserve aanleggen, en op het moment dat ik ze 5 jaar later ga uitkeren, als ik dan een grote vennootschap ben geworden, dan hoeft het geen probleem te vormen, want ik was een kleine vennootschap op het moment van de aanleg. Daarnaast zijn er nog 2 andere voorwaarden. Het eentje is eerder praktisch. Er moet een bijkomende opgave ingediend worden bij de aangifte vennootschapsbelasting. En tot slot moet u aan uw accountant vragen om die reserve over te boeken naar een specifieke balanspost. En dat geld moet op die balanspost blijven staan gedurende de 5 jaar. Als u aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u gebruik maken van het regime van de liquidatiereserve. Een volgend regime is de VVPR-BIS. Dat is een vrij eenvoudig regime. Waarvoor staat de afkorting? Is verlaagde voorheffing precon réduit. Dus perfect evenwichtig in het kwartaal. En de BIS is eigenlijk omdat er eigenlijk vroeger al een regeling bestond waar de roerende voorheffing voor verlaagd werd tot 15%. Vandaar de BIS. Nu, in een notendop, wat is die regeling? Het is een heel vrij eenvoudige regeling. Het betekent eigenlijk dat als een vennootschap opgericht is na 1 juli 2013, door middel van een inbreng in cash, dan kan u eindelijk een dividend gaan uitkeren als u geduld heeft 3 jaar aan een tarief van 15%. Heeft u iets minder geduld en u kan u maar 2 jaar wachten, dan betaalt u 20%. En heeft u geen geduld, dan valt u eindelijk terug in het algemene regime van 30%. Zoals Tom daarnet uitgelegd heeft, is ook dit regime bedoeld om de KMO's een beetje te sparen van de hoge bronheffing of roerende voorheffing van 30%. Nu, het is een heel interessant regime in die mate dat, in tegenstelling tot de liquidatiereserve van daarnet, waar je enkel de reserves van het boekjaar kan reserveren voor de 10%, hier kan je ook voorheen gereserveerde winsten gaan uitkeren onder dit voordelig regime. Nu, het geldt wel niet voor liquidatieboni of inkoopboni, dus enkel voor dividenden. Visueel, hoe ziet dat eruit? Een voorbeeldje. Een vennootschap wordt opgericht in cash in 2019. Er wordt een inbreng gedaan. De eerste 2 jaar wordt er vrij snel een dividend van 200.000 euro uitgekeerd. Dan zal 30% roerende voorheffing van toepassing zijn. Concreet, 60.000 euro roerende voorheffing moet betaald worden. Netto houden we 140.000 euro over. Heeft u iets meer geduld en wacht u tot het tweede jaar, is het 20%, dan is er 40.000 euro roerende voorheffing verschuldigd en houdt u 160.000 over. En uiteindelijk, heeft u veel geduld en, of bent u slim, dan wacht u 3 jaar of langer en kan u aan 15% gaan uitkeren. Dan komt u op een netto dividend van 170.000 euro. Dat is toch al een pak beter dan de 140.000 euro als het 30% tarief van toepassing is. Wat zijn de voorwaarden? Die voorwaarden zijn niet onoverkomelijk. Het is een vrij eenvoudig regime, dus we hebben geen boekingen nodig, geen speciale boekingen op passiefrekeningen. We moeten ook geen cash-out onmiddellijk betalen. We moeten enkel roerende voorheffing of tax betalen op het moment dat het dividend uitgekeerd wordt. Maar belangrijke voorwaarde is, het gaat over een oprichting van 1 juli 2013 of een kapitaalverhoging. Dus ook de nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding van een kapitaalverhoging na die datum komen in aanmerking. Het gaat hier ook over kleine vennootschappen. En ook de kleine, het karakter van klein wordt beoordeeld op het moment van de inbreng en dus niet later op het moment van de uitkering van het dividend. Dus de vennootschap mag ondertussen groot geworden zijn. Zoals ik daarnet zei, gaat het over een inbreng in cash. Dus niet inbrengen van rekening, couranten en vorderingen. Niet inbrengen van aandelen in holdingvennootschappen. Inbreng in cash. Aandelen moeten op naam zijn. En dan een belangrijke voorwaarde is wel, de voorlaatste bullet, is dat het moet gaan over de oorspronkelijke aandeelhouders moeten ononderbroken volle eigenaar gebleven zijn van de aandelen. Dat is, de bedoeling daarvan is dat men het regime wou beperken tot de oorspronkelijke aandeelhouders die de inbreng hadden gedaan. 1 belangrijke uitzondering. We kunnen de aandelen wel in het kader van een vermogensplanning
overdragen naar de volgende generatie via een schenking, via een erfenis. Dus deze uitzondering is toegelaten. Last but not least, geen preferente aandelen. Weet dat onder het nieuwe vennootschapsrecht een BV ook preferente aandelen kan creëren. Dat zijn aandelen waar er op voorhand of bij voorrang bepaalde winsten kunnen toegekend worden. Preferente aandelen zullen niet kunnen genieten van het VVPR-BIS-regime. Als conclusie, even een tabel waar we alles naast elkaar gezet hebben. In het midden ziet u gewoon een dividend. €200.000 bruto uitgekeerd. Bij een gewoon dividend aan 30% houdt u €140.000 over. Alle andere technieken die Tom en mezelf daarnet beschreven hebben, scoren aanmerkelijk beter. Dus links zien we de kapitaalverminning en de inkoop eigen aandelen, €177.000. Let wel, daar zullen wel nog een aanzienlijke kost voor de notaris over het algemeen voor verschuldigd zijn. Dus die moet er nog bijgeteld worden. Als we even rechts opschuiven naar de liquidatiereserve, dan zien we toch dat de liquidatiereserve, zeker als we het ons kunnen permitteren om te wachten tot aan de verheffing, er bovenuit steekt met €180.000. Let wel, er is onmiddellijk een cash-out van 10% en er zijn een aantal boekingen nodig door uw accountant. Dus een goede begeleiding door uw accountant is noodzakelijk. Om dan helemaal rechts te kijken naar de VVPR-BIS-aandelen, die toch eigenlijk ook niet zo slecht af zijn met €170.000 netto, wetende dat het een heel eenvoudig regime is. Dus, conclusie, liquidatiereserve heel interessant, maar het zal afhangen van bepaalde concrete elementen welk regime er voor u het meest aangewezen lijkt. En het is dus zeker belangrijk om op voorhand met al uw adviseurs goed te overleggen wat voor u aangewezen is. Brengt ons bij een andere techniek om geld uit de vennootschap te halen, is het de lening. Sommige mensen zeggen, ik ga geld lenen uit mijn vennootschap. Waarom? Ik heb het geld meteen nodig. Nu, lenen bij je vennootschap kan interessant zijn, maar u moet altijd voor ogen houden dat een lening altijd twee zaken veronderstelt. Ten eerste, een lening moet ooit terugbetaald worden. En ten tweede, moet er een interest betaald worden, een marktconforme interest. Het eerste punt, de lening moet terugbetaald worden. Wat zien we soms is dat mensen de lening gaan toepassen in combinatie met een van de voorafgaande technieken. Bijvoorbeeld, men zegt, ik leg de liquidatiereserve aan, die wordt geboekt, maar ik heb dat geld nu nodig. Dus men leent het geld aan zichzelf en men gaat de lening terugbetalen 5 jaar later, wanneer een dividend vrijkomt uit de liquidatiereserve. In elk geval, hou het gewoon voor ogen als je lening afsluit bij je vennootschap. Ze moet ooit terugbetaald worden. Een even belangrijk aandachtspunt is, wanneer u gaat lenen bij uw vennootschap, is dat u een marktconforme interest betaalt. Waarom? Als u geen interest betaalt, of geen marktconforme interest, dan zal de fiscus u belasten op een voordeel van alle aard. En daar loont het wel eventjes de moeite om bij stil te staan, omdat de omvang van het voordeel van alle aard, als u geen interest betaalt, wordt bepaald door de wet. En daar is het zo dat de wet een onderscheid gaat maken naar gelang het type van lening dat u aangaat bij uw vennootschap. De meest gekende is uiteraard de lening via rekening courant. U neemt geld op van de rekening van de vennootschap. De accountant boekt in de rekening courant een schuld van uzelf ten aanzien van de vennootschap. Wel nu, als u geen interest betaalt aan de vennootschap, dan zal u belast worden op, hou u vast, een voordeel van alle aard gelijk aan 10,2% interest per jaar op die lening. Wat wil dat nu zeggen? Als u €200.000 leent van de vennootschap, u betaalt geen interest, dan wordt u belast op een voordeel van alle aard van maar liefst €20.400. Dus u betaalt op die lening €10.200 aan personenbelasting als we ervan uitgaan dat u belast wordt aan het hoogste tarief van 50%. Doe dit dus niet. Leen liefst niet via uw vennootschap, via rekening courant. En als u het doet, betaal dan een marktconforme interest. Een alternatief daarvoor is veel eenvoudiger. Vraag aan uw accountant om een leningsovereenkomst op te maken en sluit gewoon een niet-hypothecaire lening met vaste looptijd af bij uw vennootschap. Waarom? De wet voorziet ook hier weer in een vrij complexe formule. Maar het komt erop neer dat als u een lening afsluit met uw vennootschap op bijvoorbeeld 3 jaar, dan is de marktconforme interest 2,57%. Een lening op 5 jaar zitten we op 2,6%. Het is maar liefst een daling
met driekwart dan wanneer dat u geen overeenkomst opmaakt en u gewoon een lening aangaat via rekening courant. Dus dit is hetgene wat ik wil zeggen. Let op met die rekening courant. Een ander alternatief is, maar dat komen we niet zo vaak tegen in de praktijk, is bijvoorbeeld u zegt van ik wil nu vastgoed gaan kopen. Ik ga lenen daarvoor bij mijn eigen vennootschap en de vennootschap gaat mijn vastgoed dat ik koop in onderpand nemen. Dan is het zo dat, de interestvoet die op die lening betaald moet worden nog verder zakt en die bedraagt de dag van vandaag voor leningen toegekend in 2020 1,36%. Nu weet wel, het gaat hier over een hypothecaire lening. Dat betekent dus dat er een kredietakte noodzakelijk is. Dus een notaris moet tussenkomen, bijkomende notariële aktekosten. En twee, een hypothecaire lening. Die hypotheek moet worden ingeschreven in het register van de hypotheekbewaarder. En ook daar zijn er bepaalde kosten verbonden, een hypothecair inschrijvingsrecht. En zit het toch ook al snel op een 0,8%, zodat eigenlijk uw fiscaal voordeel van een hypothecaire lening met vaste looptijd ten aanzien van een gewone klassieke lening, als het ware teniet wordt gedaan. Vandaar dat we in de praktijk ook zeer weinig deze leningen toekomen. Tot slot ook nog een woordje over de omgekeerde situatie. Vroeger was het zo dat veel mensen, zij hadden privé een mooi vermogen. Wat zeiden zij? We gaan een lening toestaan aan de vennootschap en we gaan op die manier geld uit de vennootschap halen. Waarom was dat vroeger fiscaal interessant? Wel, twee redenen. Eén, interest was vroeger veel gunstiger belast dan dividenden. Interest was aan 15% belast, terwijl dividenden, het heeft op de slide gestaan, 21 of 30% was. En twee, een interest is voor de vennootschap in principe een fiscaal aftrekbare kost, terwijl als een dividend wordt uitgekeerd, dit ook fiscaal niet aftrekbaar is voor de vennootschap. Nu, wat betreft het eerste punt, interest is niet langer fiscaal gunstig belast ten aanzien of in vergelijking met een dividend. Dus dit voordeel valt weg. Blijft enkel nog de fiscale aftrek over voor de vennootschap. Maar let daar ook wel op. Het is zo, als u interest aanrekent aan de vennootschap en als deze opnieuw niet marktconform is, dan zal het gedeelte wat de fiscus beschouwt als niet marktconform fiscaal niet aftrekbaar zijn voor de vennootschap. Dan valt ook dit voordeel weg. Wat is nu de rente die u mag vragen aan uw vennootschap? Die is opnieuw wettelijk vastgelegd. Die fluctueert elk jaar. Maar voor leningen toegekend in 2021 zal dit een dikke 4% zijn. Anderzijds ook, het bedrag van de lening dat u toestaat aan de vennootschap is ook gekapt. Het bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag van de reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het kapitaal op het einde van het belastbaar tijdperk. Kent uw lening toe van een hoger bedrag, dan zal ook het gedeelte van het hoger bedrag, zal die interest niet aftrekbaar zijn voor de vennootschap. En wanneer u te hoge interest zou vragen, vroeger was dat het geval, vroeger vroeg men soms 8-9% aan de vennootschap, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u eventueel ook hier weer gaat belast worden op een voordeel van alle aard, gelijk aan het verschil tussen de rente die u vraagt aan de vennootschap en die 4,07%. Dat is hetgene wat ik wilde zeggen over lenen bij uw vennootschap, waarbij dat de boodschap duidelijk is. Gaat u lenen bij uw vennootschap, doe het liefst niet via rekening courant. De individuele pensioentoezegging, of beter gekend IPT, is een onderwerp dat waarschijnlijk weer heel brandend actueel zal worden naar aanleiding van de pensioenhervorming. En die bestaat er eigenlijk uit dat de vennootschap of uw werkgever eigenlijk een aanvullend pensioen van de tweede pijler, zoals we dat noemen, gaat aanleggen in het voordeel van zijn bedrijfsleiders. Nu, het schema van de IPT wordt eigenlijk goed weergegeven op het onderste schema. Dus wat zien we enerzijds is de relatie tussen een bedrijfsleider en een vennootschap, eventueel zijn eigen vennootschap. Dat is een individuele relatie. Dus in tegenstelling tot een groepsverzekering, gaat een IPT er eigenlijk voor zorgen dat één bedrijfsleider of dat er een contract gesloten wordt per bedrijfsleider. En dat kan dus ook op maat gemaakt worden. Dus die relatie bestaat. De vennootschap of de werkgever gaat eigenlijk een premie storten aan een verzekeringsmaatschappij, waarmee dus eigenlijk het aanvullend pensioen wordt aangelegd. En in het laatste stadium zal dan eindelijk de verzekeringsmaatschappij, als de moment gekomen is, en dat is meestal naar aanleiding van de pensioenleeftijd, een kapitaal of in minder voorkomende gevallen een rente toekennen als pensioen.
Nu, als we eigenlijk de IPT gaan beoordelen op de merites, de fiscale merites daarvan, dan gaan we eigenlijk eerst moeten kijken naar de premies. Hoe worden die behandeld in hoofden van de vennootschap? Zijn die aftrekbaar of niet? En gaan we dan ook moeten kijken op het moment van de kapitaaluitkering, hoe worden die concreet belast? Eerste scenario is eigenlijk de fiscale premies. Hoofdregel is: de premies betaald door de vennootschap zijn in principe fiscaal aftrekbaar. Ik zeg in principe, want daar staat, u ziet het staan, de 80%-regel. We komen daar op een volgende slide op terug. Dat is de voorwaarde. Binnen een bepaalde context is ze aftrekbaar, ze is de premie aftrekbaar en verlaagt ze dus de belastbare basis in hoofden van de vennootschap. Tweede element is, als een vennootschap een premie toekent of iets spaart voor zijn bedrijfsleider of werknemer, dan wordt dat eigenlijk meer over het algemeen beschouwd als een belastbaar inkomen, onmiddellijk. Ook al kan de bedrijfsleider niet onmiddellijk genieten van het voordeel. Het wordt in principe belast als een voordeel aller aard. Hier expliciet is dit niet het geval. De premie zal dus niet onmiddellijk belast worden als een voordeel van alle aard. Dan schuiven we op naar rechts op de slide. Dat zijn zogezegd wat ik noem de kleine taksen, maar als je die allemaal optelt, lopen die soms stevig op. Op het moment van de premiebetaling door de vennootschap zal er een premietaks verschuldigd zijn van 4,4%. Dat is één, dat is standaard. En is er daar ook sprake van een wijdingsbijdrage? Nu, een wijdingsbijdrage die is enkel maar verschuldigd. Dat is een taks van 3%. Dat is een heel complexe regel ook, maar dat is een taks van 3% die verschuldigd is als er, in de mensentaal, als er te veel gestort wordt in de IPT. Nu, als troostprijs zijn die taksen aftrekbaar ook in hoofden van de vennootschap. Ik had het daarnet over de 80%-regel. Dat is een heel complexe regel in de toepassing en in de berekening. Daar zijn ganse boeken over geschreven. Maar als we het in mensentaal proberen uit te leggen, komt het er eigenlijk op neer dat het bedrag van het kapitaal van de tweede pijler in een rente uitgedrukt, weliswaar rekening houdend met de ganse carrière van de bedrijfsleider, niet meer mag bedragen dan 80% van de laatste normale bezoldiging. Dat is de regel. Nu, nog eenvoudiger gezegd, overdrijf niet met de hoogte van de IPT-premies. Met andere woorden, u heeft een vennootschap, u maakt 1 jaar veel winst. Het is geen goed idee vanuit het standpunt van fiscaliteit om een enorm bedrag in de IPT te storten, omdat we anders de 80% niet meer respecteren. En al wat we te veel betalen, is een niet aftrekbare kost in hoofden van de vennootschap en is dus een verworpen uitgave. Nu, het begrip laatste normale bezoldiging, wat betekent dat eigenlijk? Dat is nogal vaag geformuleerd. Daar bestaat ook bijzonder veel discussie en als gevolg bijzonder veel rechtspraak over. Maar eigenlijk komt het erop neer dat de bedrijfsleider een regelmatige bezoldiging of een vergoeding moet hebben. Dus een loon. Voordelen aller aard inbegrepen. Ook eindejaarspremies zijn inbegrepen. En dan bestaat er nog wat discussie over allerlei andere zaken. Maar dus het loon komt in aanmerking op een regelmatige basis. Bijvoorbeeld kosten eigen aan de werkgever zijn niet beschouwd als een loon. Dat is belangrijk. Het is heel belangrijk om, er is sprake van een normale bezoldiging. Dus wat we niet kunnen doen of wat niet toegelaten is, eigenlijk tijdens het laatste jaar van uw professionele carrière, uw loon enorm gaan opdrijven om juist die IPT-regeling nog te gaan optimaliseren. Dit zal niet toegelaten zijn. Als u werkzaam bent in verschillende vennootschappen, dan kan u IPT's aanleggen op de verschillende vennootschappen en zal de berekening van de 80% per vennootschap, dus niet globaal gebeuren, maar per vennootschap. Nu, wat heel belangrijk is, is het voorlaatste bullet, is de carrière. Men kan een premie betalen voor het jaar in verhouding met het loon wat u dit jaar verdient. Maar u kan eigenlijk ook teruggaan, een inhaalbeweging doen voor het verleden. Een voorbeeld: u gaat uw IPT opbouwen op een leeftijd van 45 jaar. Voor dat jaar. U kan eigenlijk ook voor alle jaren die u in diezelfde onderneming gewerkt heeft, een bijkomende storting doen. Meer zelfs, u kan zelfs voor de 10 jaar dat u daarvoor in een andere onderneming gewerkt heeft, ook nog een bijkomende storting doen. En dit is wat we noemen, een term die heel vaak terugkomt, is de backservice. Het geldt dus, die 80%-regel geldt dus voor alle bedragen uitbetaald in het kader van de tweede pijler, de VAPZ, groepsverzekering. IPT. Laten we ons even opschuiven naar de taxatie van het kapitaal aan de uitkering. Dan neem ik u mee onmiddellijk naar de tabel die daar staat. En wat zien we in die tabel als hoofdregel?
die is eigenlijk in lijn met wat de regering de laatste jaren wil doen. Met name, we gaan langer moeten werken. De pensioenleeftijd schuift op en we zullen effectief ook langer actief moeten blijven. Hoe vertaalt zich dat in deze tabel? Als u effectief actief blijft, wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, of u heeft een volledige carrière, dan kan u het kapitaal krijgen aan 10%, wat een enorm voordelig tarief is. Heeft u echter minder lang gewerkt en krijgt u die IPT vroeger uitbetaald, dan zal u meer betalen. Aan 60-jarige leeftijd 20%, 61 jaar 18% en de jaren tussen de 62 jaar en het wettelijk pensioen aan 16,5%. Dus dat is belangrijk, uitkeringen bij leven. Daarnaast opnieuw, wat ik noem de kleine taksen, maar dat loopt aanzienlijk op. De risicobijdrage komt erbij van 3,55%. En dan is er ook nog een solidariteitsbijdrage in functie van de hoogte tussen 0% en 2%. Dit is het belangrijkste wat betreft de uitkering van het kapitaal. Laat ons nu eens kijken aan de hand van een voorbeeld. Dat spreekt veel meer. We hebben een concrete situatie waar er overtollige cash is in een bedrijf van €200.000 om in lijn te blijven met de voorafgaandelijke voorbeelden. Het gaat hier over een bedrijfsleider, en dat is belangrijk, die niet actief gebleven is tot aan zijn pensioen. Met andere woorden, hij kan niet genieten van de 10%, maar zal eerder aan de 16,5% getaxeerd worden op het kapitaal. Van die 200.000 overtollige cash wordt er 100.000 aangelegd als premie IPT. Dan zitten we rechts op het schema. Daar gaat onmiddellijk 4,4% af, houdt nog 95.000 en een beetje over. En dan, dit bedrag wordt dan getaxeerd aan 16,5%, verhoogd met die zogenaamde kleine taksen, heeft ongeveer 21% taxatie. En we houden dus rechts netto over iets van een €74.520. Als we dat vergelijken met die andere €100.000 die blijven zitten is in de vennootschap, die wordt getaxeerd aan, hier in dit voorbeeld, 25% standaard vennootschapsbelastingtarief. Dus 25.000 vennootschapsbelasting gaat eraf. En daar wordt dan nog eens een liquidatiereserve van 10% hier aan toegepast. Dus we hebben gewacht tot aan de verheffing, 10%. En we houden dus €68.182 over, wat toch aanzienlijk minder is dan de IPT-uitkering. Een volgende voorbeeld is eigenlijk nog iets verder geoptimaliseerd. Hier spreken we over een bedrijfsleider die wel actief gebleven is tot aan zijn wettelijke pensioenleeftijd. En die dus zal kunnen genieten van de 10%. Als we onderaan kijken wat we net overhouden, dus exact dezelfde bedragen, van de premie IPT van €100.000 die dus in het IPT-contract werd gestort, daar houdt de bedrijfsleider meer dan 80.000 euro over, terwijl hij, ondanks het feit dat we toch rekening houden met een verlaagd tarief van 20% vennootschapsbelasting, van de winsten die in de vennootschap gebleven zijn, slechts €72.000 overhouden. Dus we zien eigenlijk dat dat een heel fiscaal interessante tool is. Bovendien helpt het u om het pensioen op te bouwen. Maar door de techniciteit stellen we vast dat soms deze oplossing iets te weinig belicht wordt. Eén opmerking nog. Fiscaliteit is één zaak, maar is niet het belangrijkste in het leven. Zorg voor voldoende kwaliteit van de beleggingen die in het contract gebeuren. Dat is wel een heel belangrijke opmerking. Vergoeding van auteursrechten, heel kort. U vraagt zich wellicht af, wat doet dat hier bij de uitkering van winsten uit mijn vennootschap? Wel, het is relevanter dan dat wat u op het eerste zicht zou denken. Inderdaad, auteursrechten associëren we met artiesten en kunstenaars. Het staat daar ook, werk van letterkunde of kunst. Maar ik geef een voorbeeldje. Een fotograaf die maakt een foto, dat is zijn eigendomsrecht, intellectueel eigendomsrecht. Hij draagt die over aan een krant. Die krant mag die foto gebruiken. Hij krijgt daarvoor een vergoeding. Dat is in principe een roerend inkomen. Roerend inkomen belast als roerend inkomen. Als diezelfde fotograaf ook een arbeidscontract heeft met diezelfde krantenredactie, dan is hij eigenlijk ook, dan ontvangt hij ook een bezoldiging die hoog belast wordt. Nu, in het verleden zagen we daar heel veel discussie ontstaan, ook in de rechtspraak, van ja, wat is nu roerend inkomen, wat is nu bezoldiging? En op een bepaald moment heeft de wetgever daar een einde aan gemaakt en gezegd van kijk, we gaan die discussie trancheren tot aan een zekere hoogte. En ze hebben een heel voordelig regime ingevoerd voor auteursrechten.
totaal 62.000 voor aanslagjaar 2022. Totaal dat bedrag van €62.550 wordt het beschouwd als roerend inkomen. Geen discussie meer. Bovendien kan u een aantal kostenforfaits toepassen. Zelfs, u moet die kosten niet echt gaan bewijzen. Het zijn forfaits. Op de eerste schijf van 16.000 en een beetje 50%. Op de volgende schijf tot 33.000 en een beetje 25%. Dus kostenforfait, aftrekbaar. En daarbovenop een tarief van 15% in plaats van 30%. Dus een heel gunstig regime. Zodanig gunstig zelfs dat een aantal ondernemers zeiden van ja, ik ben eigenlijk ook wel best creatief bezig. Ik geef slidespresentaties. Bijvoorbeeld een IT-consultant die zelf programmeert, die is uiteraard heel creatief bezig. Het is hangbaar om ook via die auteursrechten aan zijn eigen vennootschap ook middelen te onttrekken aan zijn eigen vennootschap. En die techniek zien we ontstaan ook bij advocaten, bij consultants. En eindelijk inderdaad, elke ondernemer is op zekere mate creatief bezig en zou die techniek in zekere mate toepassen. Nu, wat zien we ontstaan? Er zijn een aantal beslissingen voor afhandelijke akkoorden met de fiscus gesloten, rulings, zoals we dat heten. En daar zien we toch een strikter kader komen. Die auteursrechten moeten beperkt zijn tot een bepaald percentage van de omzet in functie van de creativiteit die eraan toegevoegd wordt. Dat is meestal tussen de 8% en 25%. Maximaal 50% van het resultaat. De bedrijfsleider mag niet meer hebben dan het dubbel van de werknemers en zo verder. Dus er komt meer en meer een kader. Maar we zien dat die techniek meer en meer onder controle, onder druk staat bij de fiscus. Door gerichte controles. Er komen meer en meer gerichte vragenlijsten ook van de fiscus. En een paar weken geleden hebben we de opmerking gekregen van de Hoge Raad van Financiën dat het misschien toch wel eens een idee zou kunnen zijn om dat voor bepaalde beroepen stop te zetten, deze techniek. Dus het is heel voordelig, maar wees er voorzichtig mee. Zeker naar de toekomst. Een laatste puntje, wat mijn luik betreft, over dat zijn een aantal kleine zaakjes. Eerder van, ja, wie het kleine niet beheert, is het grote niet weerd. Gewoon, ik ga er niet in gaan in detail. Vergeet uw bezoldigingen niet te optimaliseren voor de IPT, voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Denk ook aan voordelen alle aard. Denk maar aan een bedrijfswagen. De forfaitaire waardering is soms een pak lager dan de werkelijke waarde. Kosten eigen aan de werkgever. U bent vast en zeker een ondernemer die heel wat representatie heeft. Veel op de weg, maaltijd- en dagvergoedingen. Het gaat niet over enorme bedragen, maar toch kan dat een goede manier zijn om toch iets uit die vennootschap te halen zonder sociale lasten en zonder taxatie. En in sommige gevallen kan het ook nuttig zijn om een aantal zaken, een bureauruimte of een wagen te verhuren aan uw eigen vennootschap. Om, als u daar niet in overdrijft, kan u toch onder een voordelig regime vallen. Ik had het daarnet ook over onroerend goed en dat is nu net het punt waar we gaan mee besluiten. Inderdaad, staat u op punt of bent u van plan om ooit onroerend goed te kopen, dan kan het wel de moeite zijn om eens te bekijken of u de vennootschap mee kan betrekken bij die aankoop van het vastgoed, omdat aankoop van vastgoed onrechtstreeks ook wel een techniek kan zijn om middelen uit de vennootschap te halen. En hierbij denken we dan aan de techniek van de gesplitste aankoop, waarbij het de vennootschap zal zijn die een vruchtgebruik koopt op het vastgoed en u als aandeelhouder of bedrijfsleider de blote eigendom. Wat is het voordeel hiervan? De vennootschap kan het vruchtgebruik financieren met bruto middelen. Er moet geen uitkering gebeuren naar u toe. En anderzijds zal u als bedrijfsleider of aandeelhouder op het einde van de rit, bij het verstrijken van het vruchtgebruik mogelijk toebedeeld krijgen zonder of met een zeer beperkte vergoeding. Nu, deze techniek, ik ga er heel snel door, we hebben de tijd niet vandaag. Deze techniek is gekoppeld aan een hele reeks voorwaarden, daar is enorm veel rechtspraak over. Dus we komen hier later nog op terug in een volgende webinar met veel meer details. Als conclusie zullen we kunnen zeggen van kijk, beleggen in een vennootschap kan heel interessant zijn. Een van de hurdles die we moeten nemen, of het koudwatervrees die we hebben, van het zit dan in mijn vennootschap en het moet er dan nog ooit eens uit. Ooit heb ik de middelen privé nodig. Ik hoop dat we vandaag u een aantal ideeën aangereikt hebben om verder over na te denken, dat het toch mogelijk is om middelen uit de vennootschap te halen zonder een al te zware fiscale factuur te ontvangen. Bedankt. Dank u wel, Nico. Dank u wel, Tom.
Dames en heren, ik hoop dat u dankzij deze sessie een beter inzicht heeft gekregen in deze toch wel complexe materie. Uit de uiteenzetting onthoud ik vooral dat het de moeite loont om verschillende strategieën of technieken tegen elkaar af te wegen. Misschien heeft u nog specifieke vragen over het onderwerp van vandaag dat aan bod kwam, of over ons aanbod in het algemeen of onze maatoplossingen. Aarzel dan niet om contact te nemen met uw contactpersoon, uw private banker. Hij of zij zal u met veel plezier helpen. Ik wil u graag bedanken voor uw aanwezigheid op deze webinar. Leuk dat u erbij was. Geniet nog van uw dag en graag tot de volgende keer. Tot ziens.